De mayonaise is in trek en Roxy opent de dansvloer. De avond is nu al een succes. Andy zoekt een rustig plekje op met zijn vriend Ruben. Want er moet hem toch echt iets van het hart. Ik wil je wat vragen. Hè? Eigenlijk wil ik je wat zeggen. Nee, ik weet niet. Een beetje moeilijk, maar ik heb best wel gevoelens voor je. Nee, even serieus. Nee, ik wil vragen of je mij getuige wil zijn. Ja, serieus? Ja. Ja, vind ik wel top. Ja? Natuurlijk, ja, man. Super. Tuurlijk, jongen, top. Ja, vind ik vet. Tuurlijk, vind ik doen. Nee, maar we hebben op zich echt een hele goede klik. En ik zie me als een soort van tweede broer. Het is echt een jongen waar ik echt alles kan vertellen. En hij is niet altijd even serieus, dat is hij zeker niet. Je kunt echt gewoon met hem lachen hier brullen, maar hij heeft ook wel momenten dat kan ik echt wel dingen aan hem kwijt. En dat vind ik wel leuk. Ruben is iemand die ik gelukkig heb leren kennen, die echt een vriend voor me is. En dat voelt ook wederzijds zo, weet je wel. Dit soort mensen heb ik eigenlijk niet gehad in mijn leven toen ik voetbalde. En dat had ik eigenlijk wel moeten hebben. Dus ik ben heel blij dat ik hem ontmoet heb en daarom wil ik hem vragen om getuige te zijn voor mij. Daar moet op gedronken worden en laat dat maar aan Andy en Melissa over.